Verstappen van gisteren. Ferrari sprokkelt na zijn zege in de proloog in Hulst van vrijdagavond nog wat seconden in de tussensprints, zodat hij steviger in zijn blauwe trui zit. Zijn Garmin-ploeg controleert het peloton en laat uiteindelijk twee renners wegrijden. De Belg Bardox van Silence Lotto en Jean Zen van de Palmans-formatie. Maximale voorsprong is iets meer dan 3 minuten, maar het peloton heeft eigenlijk geen moeite om het duo uiteindelijk weer in te lopen. Massa sprint dus op de Nansenbaan in Goes. Nipt gewonnen door de Italiaan Alessandro Petacchi voor Ferrari.